De Prunus serotina, oftewel de Amerikaanse vogelkers, is een mooie boom die in de bossen van Gaasterland veel voorkomt. Iets te veel als het aan Landschapbeheer Friesland ligt. Vele vrijwilligers gingen donderdag dan ook de bossen bij Oude Mirdum in om de woekerende boom te lijf te gaan. Dit deden zij op een bijzondere wijze. De bomen werden niet gerooid, maar geringd. We staan vandaag in de prachtige bossen van Gaasterland en er wordt druk gewerkt door vrijwilligers. Wat zijn jullie hier aan het doen? We zijn bezig met de prunusbestrijding, dus de Amerikaanse vogelkers. En die moet eruit eigenlijk. Dus de bedoeling is dat het een beetje op een milieuvriendelijke manier gebeurt met de hulp van vrijwilligers. En wat we doen is gewoon ringen. We ringen de bomen. Dus we gaan ze niet zagen, we gaan ze niet weghalen. Want op het moment dat je zaagt en weghaalt, krijg je juist wat beroering van de bodem. En dan komt er juist heel veel zaadopslag komt er dan op. Dus dat willen we juist voorkomen. Dus we ringen ze. En dan doorbreek je eigenlijk die barstvaten. Dus het transport naar de wortels wordt doorbroken. En dan kwijnt die als het ware weg. En je hoeft dus verder, heb je er niet heel veel werk van. Je hoeft alleen maar even te ringen en dan ben je eigenlijk klaar. Waarom moet die weg? Nou, de prunus is natuurlijk wel een invasieve soort, zeggen ze dan. Dat is eigenlijk een beetje een agressieve soort. Dus het gaat ten koste van andere bomen. En op zich een beetje vogelkers zou niet zo erg zijn. Maar op een gegeven moment, als je niet oplet, dan heb je op een gegeven moment... In het verleden heb je wat gehad dat er eikenhakkelbosjes waren. Die zijn toen op een gegeven moment gekapt. En dan hebben ze gewoon die vogelkers laten gaan. En dat is nu 90% prunus, 90% vogelkers. En dat wil je natuurlijk niet. Nee, het is hier voornamelijk naaldbomen. Hier staan ook nog wat loofbomen volgens mij. Als ik zo vlug even kan, als we amateur kan bekijken. Ja. Nee, het is op zich in Gaasland een heel mooi bos. Het is heel, heel gevarieerd. Dat zie je eigenlijk niet zo heel vaak. Vaak is het wat monotoon. Maar hier heb je gewoon heel veel naaldhout, heel veel loofhout. Het ziet er gewoon heel prachtig uit wat dat betreft. Ja. Dus het ringen van de bomen, dus de barster afhalen zoals je al aangaf. Dat gaat normaal met een kettingzaag. Maar daar heeft u een prachtig mooi apparaatje voor uitgevonden. Ja, inderdaad, een mooi apparaatje voor. Normaal doe je, wij doen ook wat met de motorzaag, de wat dikkere bomen. Maar de kleinere die pakken we gewoon, vooral met de vrijwilligers natuurlijk. Pakken we gewoon met, dat is eigenlijk ook gewoon een stukje kettingzaag van de motorzaag. Maar dan twee stokjes eraan. En je kunt er omheen. En dat werkt perfect? Dat werkt heel goed. Ja. Dat werkt heel goed. Nou is het een aardig stuk bos. Hoeveel van dit soort bomen staan hier? Ja, volgens de boswachters, volgens Dirk Postma, hier, de boswachter hier in Gaasland, die had het iets van over 10% dat er aan vogelkers staat. Het is niet in één dag klaar, denk ik. Nee, het is niet in één dag klaar. Nee, nee. Nou, treffen jullie vandaag wel prachtig mooi met die sneeuwval hier, hè? Ja, daarom. Het is mooi weer. Prachtig. Zonnetje er zo bij, dus nee, kan niet mooi. Ja. We lopen de hele dag nog wel even zoet hier in het besneeuwde bos. Absoluut, ja hoor.